In de vorige video heb je geleerd dat de 19e eeuw een eeuw was van vrede in Europa. Op een paar kleine uitzonderingen na, die ik hier niet zal noemen, waren er weinig gewapende conflicten tussen de Europese landen. Hoewel er wel werd gevochten om koloniale bezittingen, heerste er op het continent vrede. Maar binnen de Europese landen ontstonden er twee groepen met een totaal verschillend mens en wereldbeeld. Die groepen vlogen elkaar in de haren over de vraag hoe er omgegaan moest worden met de erfenis van de Franse Revolutie en van Napoleon. Volgens sommigen moest de 19e eeuw de eeuw worden van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar anderen vonden juist dat de revolutie had laten zien dat die radicale nieuwe ideeën levensgevaarlijk waren. Dankzij Napoleon hadden gewone mensen de smaak van vrijheid en gelijkheid geproefd, maar hadden de oude elites van edelen en geestelijken veel van hun privileges verloren. Voor die laatste groep was het daarom zaak om zo snel mogelijk af te rekenen met de erfenis van de Franse revolutie. De wereld van het Ancien Regime moest zo snel mogelijk worden hersteld. Sterke koningshuizen en eeuwenoude tradities waren volgens deze conservatieven de enige garantie op stabiliteit en veiligheid. Zij hadden met hun legers Napoleon verslagen en daarom namen zij het voortouw bij het herstel van Europa tijdens de periode die de Restauratie wordt genoemd. Ze tekenden een nieuwe kaart van Europa. Oude koningshuizen kregen hun macht weer terug. En ze spraken af om samen te werken om een nieuwe Franse revolutie te voorkomen. De conservatieven zijn er namelijk van overtuigd dat mensen van nature van elkaar verschillen. Iedereen heeft andere capaciteiten en talenten en daarom een andere rol in de maatschappij. Elites zijn elites omdat het in hun genen zit om de baas te zijn. Adellijke families zijn nou eenmaal beter geschikt om met macht om te gaan dan burgers. Elke groep heeft een bepaalde functie in de maatschappij, zoals alle organen een functie hebben in het menselijk lichaam. Voor het functioneren van de maatschappij is het dus belangrijk dat iedereen doet waar hij het beste in is. Niet iedereen kan een land besturen. Maar zo dacht niet iedereen erover. Tegenover de conservatieven stonden degenen die geïnspireerd waren geraakt door de Franse Revolutie. Zij geloofden dat individuele vrijheid en kansengelijkheid uiteindelijk voor een betere wereld zouden zorgen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ieder mens moest dezelfde kansen krijgen om het maximale uit zichzelf te halen. Deze liberalen waren ervan overtuigd dat tradities of iemands stamboom, afkomst, geldbezit, ras of geslacht geen oneerlijk voordeel of nadeel mocht betekenen. Wetten en regels waren er niet om de vrijheid te beperken, maar juist om die aan iedereen te garanderen. Grondwetten moesten zorgen voor ruimte voor nieuwe ideeën, want alleen daardoor bleef de maatschappij in beweging en komt de mensheid vooruit. Met de herinneringen aan de verwoestende oorlogen van Napoleon nog vers in het geheugen, waren het in eerste instantie de conservatieven die het voor het zeggen kregen. Maar ondertussen verspreidden de ideeën van het liberalisme zich als een olievlek over Europa. In de steden, die door de industriële revolutie steeds groter werden, lazen burgers kranten en tijdschriften. Die konden door de mechanische drukpers in grote hoeveelheden heel goedkoop gedrukt worden. En vooral de rijkere burgerij raakte geïnspireerd door het liberalisme. Onder hen waren veel ondernemers en fabriekseigenaren die vonden dat het oude economische systeem niet geschikt was voor de nieuwe industriële economie. Het idee van de vrije markt vonden zij bijvoorbeeld erg aantrekkelijk, en bovendien betaalden zij de meeste belasting. Dus was het ook niet logisch als ze door middel van stemrecht iets te zeggen zouden krijgen over wat de overheid met hun belastinggeld deed? De conservatieven probeerden uit alle macht de publicatie van liberale boeken en tijdschriften tegen te houden, maar het was al te laat. In 1830 en 1848 braken in heel Europa nieuwe revoluties uit. Vorsten werden afgezet of verloren veel van hun macht aan de burgerij dankzij nieuwe grondwetten. En die gaf de burgers stemrecht, vrijheid van onderwijs, vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om eigen verenigingen op te richten. In de tweede helft van de 19e eeuw brak ook het tijdperk van het economisch liberalisme aan. De liberalen geloofden namelijk dat de welvaart van de hele samenleving zou toenemen als iedereen zo vrij mogelijk zijn eigen belang kon nastreven. Ondernemers moesten daarom vrij spel krijgen en niet worden beperkt door allerlei onnodige regels, heffingen en belastingen. De overheid moest vooral zorgen dat de handel onbelemmerd kon doorgaan, door het aanleggen van goede wegen, hypermoderne spoorlijnen en brede kanalen en door het veroveren van nieuwe gebieden om vrij mee te kunnen handelen. Zo werd het liberalisme ook een van de drijvende krachten achter het modern imperialisme. Hoewel er volgens sommige liberalen ook zoiets bestond als te veel economische vrijheid. Zo vond de Belgische liberale politicus Leo Augustijns dat er bloed kleefde aan de winsten die hun Afrikaanse kolonie Congo opleverde. Maar de meeste liberalen verdedigden het bestaan van de Europese wereldrijken, want die leverden immers onvoorstelbare hoeveelheden geld op. De Franse Revolutie en de Industriële Revolutie maakten de opkomst van een nieuwe klasse van rijke, liberale burgers mogelijk. In de tweede helft van de 19e eeuw vervingen zij de oude conservatieve elite van edelen en geestelijken. Het liberalisme betekende meer vrijheid en gelijkheid, maar het zorgde ook voor een nieuw economisch denken. Arbeiders in de koloniën en in de fabrieken van Europa betaalden een hoge prijs voor de vrijheid van ondernemers om met zo min mogelijk beperkingen zoveel mogelijk winst te maken. Het liberalisme zorgde daardoor op den duur ook voor allerlei nieuwe tegenbewegingen. Maar dat is een verhaal voor een volgende keer. Bedankt voor het kijken.